Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. Wasbeertjes en de tijd staat stil. Het is lente in Woud Wintergroen. Nieuwe blaadjes aan de bomen. Het roodborstje is weer terug. En er komen weer wolken stof uit Huize Snauw. Terwijl Cyril Snauw en de varkens schoon schip maken voor het nieuwe seizoen. Kijk eens aan, de eerste jaarlijkse Wintergroense speler. Wat is de prijs? Baas, dat is de felbegeerde atletiekbeker. Dat noemen ze een trofee? Bah, in mijn tijd moest je nog een echte atleet zijn om zo'n soort toernooi te winnen. En ik kan het weten, ik heb vaak genoeg gewonnen. Oh, was ik maar 30 jaar jonger. Daar zou ik alles voor over hebben. Alles? Zeg jongens, alles zou best opslag kunnen betekenen. Opslag? Oh jee. Maar dat is onmogelijk. De baas kan nooit meer de oude, de jonge zijn. Nou, misschien kan die weer jong worden. Oh, ja! Oh, jonge broer, als ik dit volhoud, dan win ik die spelen zeker. Oh, die beker wordt voor mij. Ik denk maar zo, als ik deze week elke dag 5 kilometer ren, ben ik maandag 35 kilometer van huis, als het ware. Jonge, ik voel me al veel sterker. Kom op, bro. Kom op, bro. Ha, Bert. Lekker getrimd. Mooi zo. Fijn dat het lopen steeds gemakkelijker gaat, Bert. Raad eens, Bert. Goed nieuws. We krijgen een logé voor een paar dagen. Ja, Bert. Neefje Bentley. Een kind? Hier? Hey, dat is geweldig, Melissa. Ik neem hem mee uit vissen, kanoën en naar de huishoudshow. Nou ja, alles wat de jochie leuk vindt. Hey, Bert. Misschien is Bentley wel een heel ander soort jochie dan jij denkt. Ach, kinderen zijn kinderen. En ik kan altijd goed met kinderen opschieten. Ja! Hey, hij kan met me mee gaan trainen. Hi, pap. Zeg, pap. Kan ik die oude trimschoenen van je lenen? En je oude schooltrui? Voor de wedstrijd. Deze schoenen en ik hebben het goed gehad samen. En deze trui die stond zo mooi bij mijn wasbeerbontjas. Pap. Geintje, Cedric. Hier, verlies ze niet aan het oog. Bedankt, pap. Ja, dat waren nog eens tijden. Dames en heren, op de 100 meter sprint
heeft Cyril Snow de eerste prijs. Bij het verspringen heeft Cyril Snow de eerste plaats. En voor sportiviteit staat Cyril Snow op de laatste plaats. Ah, dat waren mooie tijden. Hele mooie. Baas, baas! Wat heeft dit nou weer te bevarkenen? Zomaar mijn privacy binnenvallen? Baas, we hebben de oplossing voor uw probleem. Wat? Waar hebben jullie het nou weer over? Wij kunnen u weer jong maken. Kijk maar, baas. Op zoek naar de bron van de jeugd. Wat is dit allemaal? Wat is dit? Volgens dit boek, baas, kan één slokje uit deze legendarische verscholen bron iemand eeuwige jeugd geven. Eeuwige jeugd? Bespottelijk. Belachelijk. Krankzinnig. Zorg dat jullie het vinden. Oh ja, baas. Meteen, baas. Oh, wat heerlijk. Oh, zalig. Bert, kom eens beneden. Er is bezoek voor je. Ik kom eraan. Hallo. Jij bent zeker Bentley. En jij hebt zeker pijn. Bert weer, hè? Goeie reis gehad, jongen. Goed hoor. En hoe is die jouwe? Bentley, jij slaapt bij Bert op de kamer. Meneer Bert, prettig dat onze systemen nu al contact maken. Hé, hey, een pinter ventje. Hij spreekt een vreemde taal. Trouwens, Bentley. Hey, Melissa. Is Bentley altijd zo hartelijk? Nou, hij heeft nooit echt een kans gehad om vrienden te maken. Ze zijn zo vaak verhuisd dat hij nooit lang genoeg in een plaats bleef. En nu betekent zijn computer erg veel voor hem. Nou, misschien betekent hij wel een beetje te veel voor hem als je mij vraagt. Het wordt tijd dat hij ontdekt wat een echte vriend kan betekenen. Hey Bentley, ouwe makker, zet dat ding toch later op. Hey, zullen we een potje dammen? Of zullen we een kaartje leggen? Ik kan de pingpongtafel klaarzetten. Nee, beste Bert. Volgens mijn berekeningen kunnen spelletjes behoorlijk gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Oh, jongen. Goh, Bert. Neem Bentley anders mee naar buiten en laat hem het woud zien als je wil. Ja! Hey, goed idee, Ralf. Kom mee, Bentley. Lekker buiten lol trappen. Heerlijk, toch? De frisse lucht zal jullie goed doen. Oké, als het dan moet. Zo mag ik het horen, Bentley. Wij worden vriendjes. Jij en ik. En jouw computer. Hier komt de mooie, Bentley. Een perfecte voorzet. Voor jou maak ik er wat van. Leuk, hè, maatje van me? Inclusief afwijking. En volgens de getallen hier van mij moet die bal dan ongeveer hier aankomen. Bentley, zeg dan wat. Bentley! De stok raakt de grond en... Pap, gaat het goed? Wat doe je daar op de grond? Met die stok? Wormen zoeken. Voor de vissen straks. Wees maar voorzichtig, pap. Op jouw leeftijd kun je naar vallen, hoor. Op mijn leeftijd? Wat zal ik die kleine wijze neusjes graag eens wat laten zien. Waar was ik? Snow begint te sprinten. Hij is nu echt vaart aan het opbouwen. Het publiek is ongekend enthousiast. De stok raakt de grond. Snow komt omhoog. Hoger. Hoog tijd dat die beren de boom weer snoeien. Gee, Bentley. Ik dacht dat je deze bal wel zou hebben. Je was er vlak onder. Nou ja, geeft niks. Morgen gauw rugbyen. Die ballen vang je veel makkelijker. En daarna kun je me helpen trainen voor onze spelen. Bert, nee hoor. Ik heb liever dat morgen alles anders gaat dan vandaag. Hè? Bentley, wat krijgen we nou? Nou, vandaag heb ik alles geprobeerd wat je vroeg. En moet je eens kijken, wat voor resultaat. Hey Bentley, Bert wilde je alleen laten zien hoe leuk spelletjes kunnen zijn. Hij bedoelde het goed. Maar ik voel me nu niet zo goed. Ik wil nu slapen. Oké? Oké.
Oké, welterusten, Bentley. Welterusten. Hé, Melissa, wat doe ik dan fout? Wat moet ik doen om dit jochie echt te bereiken? Ik hoop dat we die bron gauw vinden. Eén slok en de baas is weer als nieuw. Een jonge man. En wij krijgen lekker die opslag. Waar wachten we nog op? We worden er ook niet jonger op. Jongen, wat ben ik moe. We hebben het hele woud doorzocht en nog steeds niets gevonden. We geven nog niet op, hoor. Als we zonder water uit de bron van de jeugd terugkomen, schrijft de baas geen cheque uit, maar een grafschrift. Waar kan hij nog meer zijn? Echt waar, Bentley. Als je dit proeft, dit heb ik nog nooit aan iemand gegeven. Net als die trui. Hier is het, Bentley. Bert Wasbeer's eigen pindakaaslimonade. Wat? Hier, laat mij eens proeven. Misschien moet ik er toch meer water bij doen. Nou is het goed. Hier, Bentley. Nu lust je het wel, hè? Nou? Ja, het gaat wel. Het kan beter. Hé, zag je dat? Zag je dat? Dat bestaat niet. Hij werd opeens een jochie. Dat flesje moeten we hebben. Eureka, die opslag is binnen. Kom mee. Hard als ik zelf ben. Het moet er ook anders kunnen. Baas, hier is het. We hebben het. Het magische drankje uit de bron van jeugd. Dit maakt u wel 100 jaar jonger. We hebben alle drie gezien dat het werkt, baas. En eerst zien, dan geloven, niet waar, baas? Dit spul smaakt afgrijzelijk. Het moet wel goed voor me zijn. Vreemd smaakje. Vast lekker met witte brood. Jonge baas. U ziet er nu al jonger uit. En voelt u zich ook al jonger, baas? Zie ik eruit alsof ik me jonger voel? Oh ja, baas. Ja, zeker baas. Zeker weten, baas. Dus het werkt. Het werkt. Oh, u bent een wonderkind, baas. Een jong talent. Huh? Inderdaad, ja. Joehoe. Pak mijn spullen bij elkaar, jongens. Morgen zien ze de Cyril Snow van vroeger en van nu. 1, 2, hupsakee. Poen, 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 poen. Dames en heren, de eerste wintergroense spelers staan op het punt te beginnen. Mijn naam is Dick Passagier en mijn verslaggeefster van vanmiddag is Melissa Wasbeer. Dankjewel, Dick. En hallo iedereen in het woud. Dit zijn de regels. De deelnemer die in de 5 onderdelen vandaag de meeste punten verzamelt, is de winnaar. Zeg, Bert, waar is Bentley?
deelnemers voor het eerste onderdeel op hun plaats. Oh, wacht even, dames en heren. Wij hebben een late inschrijving. Cyril Snow. Cyril Snow? Wat? Jij? Ik, Bert Wasbeer tegen Cyril Snow. Die beker is nu al van mij. Spaar je adem, pluizenbol. Die heb je nodig in de race. Waar is dat drankje? Ik voel dat ik zelfs een hazenwind zou verslaan. Op uw plaatsen. Klaar. Ah! En Bert Wasbeer is al goed op weg voor het winnen van de atletiekmaker. Wah! Haal je maar niks in je hoofd, streepstaart. Ik moet nog warm lopen. Dames en heren, het volgende onderdeel is hortenlopen. Dat lijkt er meer op. Ik voel me elke minuut jonger worden. Geen twijfel wie dit gewonnen heeft. Cyril Snow's prestatie was gewoon opzienbarend. Grote tegenvaller voor Bert, Dick. Hij wilde zo graag alle onderdelen winnen. En bij de laatste bocht zijn Bert Wasbeer en Cyril Snow nek aan nek. Maar wacht, daar komt van achteren Sophia Dutu. En het wordt Sophia met een heel sterke finish. Maar kijk, Bert Wasbeer is gewond. Nou, volgens mij is hij voor de rest van de onderdelen van vandaag uitgeschakeld. Oh, en het was zo belangrijk voor Bert. Hoe verklaar jij zo'n blessure, Melissa? Hij heeft niet zoveel getraind als hij had gewild. Hij had andere dingen die zijn aandacht eisten. Ik heb iets verrekt, geloof ik. Laf om zo terug te krabbelen. Nou ja, het is niet leuk voor me om de beker zonder concurrentie te winnen. Maar ik doe het even goed graag. Zonder competitie, meneer Snow? Wat? Uit de weg, opdondertje. Of wil je stof happen? We hebben een late inschrijving voor de laatste twee onderdelen, dames en heren. Bentley Wasbeer. Zien jullie wat ik zie? Bert Wasbeer en een klein ventje dat precies op hem lijkt. Oh, dan is dit drankje gewoon nep. Oh nee, wat moeten we nou doen? Bentley gaat eerst uitkomen bij het verspringen. Een erg goede sprong van Sophia Dutu. Baas, kunnen we u even spreken? Baas? Wat een sprong van Cyril Snow! Jee, Bert, die Cyril Snow is ongelooflijk. Bentley zal echt zijn best moeten doen om die sprong te overtreffen. En nu Bentley Wasbeer. Ja, het is hem gelukt. Bentley Wasbeer heeft een recordlengte gesprongen. Het is ongelooflijk. Wat? Recordlengte? Bah, begin is geluk. Bert, zag je die sprong? Ja. Geef me dat bron van jeugddrankje. Nu komt mijn specialiteit. Polstok hoog springen. Baas, misschien is dat spul eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. Onzin! Hoe kan je nou zeggen dat het niet werkt als ik die beker op één punt na gewonnen heb? Oh, ik voel me zo geweldig dat ik straks recht het heelal inspring. Noem je dat een sprong? Omhoog met die lat. Ik wil hem hoger. Hoger, baas? Hoger. Hoger dan mijn rentepercentages. Nee, niet 2 centimeter. 2 meter! Ik weet niet wat Cyril Snow van plan is. Wow. Hij heeft de lat zo hoog laten leggen dat hij het nooit kan halen. Yeah!
Ongelooflijk. Dames en heren, dat bestaat gewoon niet. Cyril Snow heeft de lat niet aangeraakt. Wat een prestatie van Cyril hier vandaag. En zoals het er nu uitziet, gaat de beker naar Cyril Snow. Of Bentley Wasbeer moet hem nog kunnen verslaan. Ik heb gewonnen! Gewonnen! En de winnaar met de meeste punten is Cyril Snow. Gewonnen! Ik wilde die beker voor jou winnen, Bert. Voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Sorry dat het niet ging. Oh, dat geeft niet, Bentley. Dat je het alleen al probeerde was prachtig. Voor jou en mij, maat. Goh, ik heb zoveel geleerd over spelletjes. Ik wist niet dat het zo leuk kon zijn. Nou, je had ook een prima leraar. Want wat spelletjes betreft, is er niemand beter dan Bert. Meneer Snow, dit was een geweldig staaltje van soepelheid, hoor. Hoe doet u dat op uw leeftijd? Hiermee, Snow's persoonlijke verjongingskuur, ontwikkeld door mijzelf. Ik ben van plan dit fantastische goedje binnenkort op de markt te dumpen. Vraag ernaar. Het zal verkrijgbaar zijn in alle Snow-supermarkten, Snow-drogisten... Hé, dit is mijn pindakaaslimonade. Pindakaaslimonade? Volgens mijn geheime recept. Hè, Bentley? Stelletje suffe spekrollen, modderige rolmopsen. Als we nog eens aan zoiets meedoen, krijgen jullie je eigen opbergkastje. Een vrieskist. Oh, mijn arme rug. Oh. Kom op, Bentley. Ga je mee naar huis?